Wow, hoe mooi is het uitzicht hierboven? Het is nog steeds niet echt zo. Zal ik eerst de eitjes op onze borst scheppen? Lekker! Doet lekker toch? Tegenwoordig doe ik dus gewoon bruin poeder op mijn rollen. Foto? Ja. Goed van jou. Oh, baby! Ik vind het echt moeilijk. Willen jullie een reality serie beginnen? En nog van Asos dit jaar. Het is een beetje zacht, maar het is wel goed. Oké, jongens, ik heb vandaag een video, ja Wesp, video opgenomen, nou, geëdit en zo. En toen ging ik naar Mike, naar mijn nichtje. Ze wilde dus niet een beeld ineens, dat ze er super lekker uitziet. Maar ik ben nu voor het eerst in haar huis in Amsterdam, ze woont gewoon midden in de pijp, het is echt geweldig. Wow, hoe mooi is het uitzicht hierboven, want vanaf je huis is het uitzicht echt een beetje verrot. Ja. En kijk dit uitzicht. Ik heb nu echt het gevoel dat ik gewoon een hotel van 3000 per nacht heb gehuurd ofzo. Mag ik je echt niet filmen? Maar je ziet er vet leuk uit. Oké, kijk even hoe wij hier zitten. Ze woont hier dus met 3 vriendinnen. Het huis is dus wel heel heet. Het is echt zo'n, hoe noem je dit, een herenhuis? En we eten dus vlees en sla. En straks gaan we lekker de pijp in, maar dit is echt... Oh my god, dit is geweldig. Ik heb een vriendin die gewoon midden in de Baarsjes woont. En een nichtje die midden in de pijp woont. En ik was er bijna nog nooit geweest. Echt super erg. Ik ben een beetje een Amsterdam-vermijder. Ik weet niet waarom. Maar daar ga ik mee stoppen. Want Amsterdam is gewoon geweldig. Oké, het is zo chill. Het is gewoon bizar dat ik gewoon... Dit is waar ik tegenwoordig uitga in de pijp. We gaan nu dus eventjes in de pijp wat drankjes doen. Het is nu 10 uur. Maar ik denk dat we niet zo laat gaan maken hoor. Het is ook maandag. Dus ik hoop dat er wel een beetje mensen zijn. Ik heb er echt zin in. Ik heb een drankje. Vet duur. Passion fruit mojito. Wat heb jij ook weer? Verdecho. Maar het zoet zit aan de onderkant. Het gaat niet naar boven. Hoe zoom je in? Hoe kan dat? Nou, hij zoomt wel heel langzaam in zeg. Ja, hij heeft geen zoom deze camera. Oh, vandaar. Nou, wat zijn we aan het doen? Hard. Volgers moeten daar staan. Jij krijgt wel het ijs. Nee, ik wil de water moeten doen. Het is nog steeds niet echt te doen. Het is lekker, het is gewoon sterk. Ja, we hebben 5 schuren betaald voor dit. Maar Sangria is toch zoet? Kun je het gewoon terugsturen? Zeg je van sorry, het maakt echt niet naar water. Nee. Het smaakt wel naar water. Het is gewoon sterk drank bij. Jongens, ik ben dus heel erg moeilijk met mijn anderen slapen en ik doe het nooit. En nu dacht ik, ik doe het een keer. Het is bijna 4 uur. We zijn nog, ik heb gedoucht, maar mascara is nog niet helemaal af. We zijn nog naar Leidseplein geweest met de Uber. En ik ga nu gewoon met mijn nichtje slapen in haar bed. En ik hoop dat ik het kan, maar ik wou bijna weer een Uber naar huis. En ik dacht, ik ga het gewoon een keer doen, want ik ben zo spastisch. Ik moet altijd thuis slapen. En kijk waar ik slaap, midden in Amsterdam. Super vet. Dus een heerlijke koele kamer hier. Maar ik kan gewoon niet met iemand samen slapen. Dus... En morgen wordt mijn paspoort geleverd in de ochtend. Maar ik neem het risico dat ik hem een dag later of een dag daarna kan laten bezorgen. Want het gaat ook gewoon €30 om nu naar huis te komen. En het is gewoon leuk om het een keer te doen, want ik ben echt zo spastisch. Dat ik altijd thuis moet slapen, dus slaap lekker. Oh my god jongens, het is 9:15. Ik heb gedoucht. En dan weer dit aangedaan, want ik heb niet anders. En Mike is nu ook wakker. Ik ben wel een beetje brak. Het was niet de planning. Het was ook niet de planning dat ik hier zou slapen. Het begint hier heel heet te worden. Kijk. View. Maar ik heb dit jurkje aan, want het vet heet is voor deze dag. Mijn paspoort zou vanochtend worden geleverd. Dus ik heb gebeld of het morgen komt. Anders zou ik nu naar huis gaan. Snel. Ik heb mijn lens in een bakje gedaan, maar ze zijn echt goor of zo. Ik zie heel weinig. Het grappige was dus dat ik lensvloeistof met haar had gekocht toen we boodschappen gingen doen, want ik had droge ogen. En daardoor kon ik dus blijven slapen, wat ik nooit doe, maar ik lag tot 6 uur wakker. Ik heb denk ik 2 uur gebit. Maar ik slaap liever dan maar 2 uur, dan dat ik de hele dag in mijn bed ga liggen. Dus ik moet even overheen zetten. Het is echt hilarisch, want ik heb natuurlijk nooit katers en zo. En nu dus wel. Ik ga even hier mijn haar stylen. En even een beetje van Mike's make-up opdoen. Stel dat ik wist dat ik bleef slapen, had ik gewoon even andere kleren meegenomen of zo. Maar het is dus voor mij een hele overwinning dat ik dus niet thuis heb geslapen. Want ik heb dat dus bijna alleen maar met ergens slapen. Weet je, ik heb helemaal geen moeite met iemand spullen gebruiken of op iemand douchen. Maar slapen ben ik gewoon heel spastisch in. En Ruben en ik sliepen ook al best wel lang alleen, omdat ik gewoon niet samen kan slapen. Oh, heet.
Nou, de stekker die valt er shit uit. Die stekker valt er shit uit. Ik ben thuis en kijk hoe mijn huis was, hè. Het was zelf mijn huis achtergelaten en nu ben ik brak. Wat een ramp, wat een ramp. Ik was al bang dat de gordijnen open stonden. Want ik had natuurlijk niet verwacht dat ik niet thuis zou slapen. En ik ben zo blij dat dit... Ik hoopte al dat het zo was. Voor de arme bol. Gaan er allemaal beesten binnen. Gelukkig, ik wist het niet helemaal zeker. Hij heeft gelukkig niet in de volle zon gestaan. Hi baby, was ik weg? Ik was weg, hè? Eerste keer dat ik niet thuis heb geslapen. Ik zorg echt goed voor mijn baby. Ik laat hem echt nooit alleen. Hi schatje. Kom maar lekker vliegen, liefje. Heb je mij gemist? Je hebt mij gemist. Het is hier nu bloedheet. Dat is echt heel jammer. Het is 1 uur 's nachts, maar ook omdat het Zwitserland is. En ik ga dus vliegen. Heb ik nog niet verteld aan jullie. Maar ik ga ook heen vliegen. Dus ik rijd niet met ze mee. Dus ze komt hier deze 2 tassen ophalen met allemaal beauty spullen en zo. Super chill, want ik heb er een handbagage. Zij zal ik even iets binnenvrijdigen. Want ze is zo uitgerust dat ze normaal ligt. Ze nu echt al helemaal knock-out te slapen. Maar ze zit nu dus vol energie. Ik ga echt stuk. Zij is nooit energiek om 1 uur 's nachts. Ze is al mijn spinnen aan het verwijderen. Met een bezem. Ja, is goed zo. Was, hier, nee, maar hoe, raam hier ook nog open. Nee, maar hoe weet je nou dat er nu geen spinnen in dat ding zitten? Ik kan het weg hebben gedaan. Ik ben nu al 10 minuten aan Bolly aan het vertellen hoeveel ik van hem hou. Bolly is dus aan het fluiten tegenwoordig. Sinds een weekje, maar doet het nog steeds niet op de camera. Baby. Oh nee, dat maakt heel veel herrie heb ik ontdekt. Kom. Hey jongens, ik ben onderweg naar mijn beste vriendinnetje. En we zouden dus vandaag naar Haarlem gaan. Oh, het is heel veel herrie, dus ik zal niet te lang praten. Maar we hadden vanochtend al een beetje van, yo, het is echt rot weer. Laten we lekker bij jou thuis gaan chillen. Dus we gaan nu even bij haar naar een tweedehands winkeltje om wat dingen van mij te brengen. Ik heb een paar dingen verzameld die nog nieuw zijn. Dat is zo'n winkeltje die wat luxere dingen aanneemt. Dus het zijn niet echt zozeer mooie merken, maar het is nieuw. Dus ik ben benieuwd. En we gaan even onze nageltjes doen. En dan gewoon lekker bij haar thuis chillen. Ik heb sportkleren mee, zodat ik daarna even een beetje... Wow, dikke plas. Naar de sportschool ga. Het is eindelijk koeler. Het regent als een malle, maar ik ben zo blij. Het huis komt eindelijk af. Kijk maar leer. Kijk. Kijk hoe lekker je het dan meteen weg hebt gegooid. En? Ben je overtuigd? Mooi sfeerbeeld. Mooie nagels. Oh, ik heb nagels niet gedaan. Niet je nagels. Had ik niet verteld nog. We zijn net naar een nagelstudio geweest. Nagelstudio. Oh nee, er valt een pitje. Kijk hoe grappig. We hebben de shaku of zo. Hoe heet het nou? Shaku, toch? Ja, shakshuka. We doen zonder de tortilla, maar we geven elkaar allebei een extra ei. Dus daardoor hebben we 300 calorieën minder van de tortilla's en daardoor weer 100 erbij van het ei. En ik ging dus kuilen maken en Lin ging dan het eitje er zo in gooien. En ik heb hem even iets zachter. En hier gaan we nu een deksel op doen en dan gaan de eieren helemaal stollen. En normaal als dit gerecht er is, dan doe ik het nooit met het ei erin. Ik vind dat goor, dus ik bak het gewoon los. Maar nu heb ik het dus gedaan. Ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Heel lekker. Kijk. Oh, lekker? Zal ik eerst de eitjes op onze bord scheppen? Lekker. Zal ik eerst de eitjes erop doen? Oké. Okay. Gaat voor je proberen op te scheppen. Oh my god, hilarisch. Hier is je ei. Wil je ook vast een tweede ei? Of ja, maar is dat wat van het andere, denk ik? Of niet? Dit is ook nog ei. Ik weet niet bij welk ei. Oh, dat hoort bij dit ei. Zal ik je die ook eens geven? Oké. Okay. Je ei is omgedraaid. Oh! Oh! Het is denk ik best wel lekker. Zo? Yummy. Kijk, ik ga nu dit ei eruit vissen. Spannend. Please. George Clooney. Yes! Thuis, dat was super gezellig. Het is nu al 10 voor 11. We wilden echt tot 8 uur of zo, maar heerlijk. Lekker thuis gechilled. Niks bijzonders gedaan dus. Wel mijn nagels laten doen bij een salon in Diemen. Daar was zij ook maar 1 keer geweest. Ik vind de kleur net een beetje donker. Roze? Ja, het lijkt nu een beetje oranje. En mijn nagels zijn niet heel erg lang, dus daarom lijkt het niet zo mooi. Maar het was 5 euro om mijn eigen lak die ik had gezet weg te halen. Jullie willen dus nooit dat ik nu dit benoem, maar... Doe het lekker toch? Dit vind ik gewoon heel lelijk door vermoeidheid en alcohol. Dus ik hoop gewoon dat het morgen lekker weg is. Mijn oma is trouwens in het ziekenhuis opgenomen. Niet iets heel ernstigs, maar ze is weer eens gevallen. Ze heeft wel heel erg morfine, dus ik ga morgen heb ik niks. Dus ik wil morgen naar haar. En daarna wil ik in wezen gaan sporten. En daarna eigenlijk naar de zonnebank. Dus ik hoop dat ik het alle 3 ga doen.
Nu ga ik nog even een uurtje serie kijken. Lindsay gaat dan naar bed. Maar dat is wel heel vroeg vergeleken met de rest van mijn ritme. Dus ik ga dan echt mijn beheersen en 1 aflevering kijken en dan lekker slapen. Hij ruikt straks helemaal naar mijn serie. Helemaal loco. Kermisattracties. Niet in de bak. Nee. Nee. Bonnie. Hij is helemaal dol. Hij is vandaag echt ziek hyper. Ook helemaal slecht. Hey. Zo, goedemorgen jongens. Als je me op Instagram volgt, dan heb je gezien dat ik gisteren tot 3:30 s'nachts mijn hele kast aan het uitzoeken was. Echt super dom. Wel een heerlijk gevoel, maar niet zo'n slim tijdstip. En dit heb ik er nu uitgeselecteerd voor een winactie. Ik ga even kijken of ik er 2 of 3 tasjes mee ga maken. Dit zijn allemaal nieuwe producten die ik nu dus weg ga doen. Een enkel product is misschien 1 keer geswatcht op mijn hand bijvoorbeeld. Maar bijna niks. Maar ik vind het zonde om dat dan niet meer te kunnen geven. Want het is gewoon nog als nieuw eigenlijk. Dus ik ga hier even pakketjes mee maken. De balans is niet super goed. Want lipproducten, highlighters, bronzerdingen. En dan een beetje nagellak en mascara. Het zijn echt extreem veel lipproducten. Ik heb gewoon niet heel veel gevarieerde dingen. Dus ik weet niet zo goed hoe ik hier nu een leuk dinges van kan gaan maken. Oh my god, lastig. En dan moet ik het ook nog eens leuk gaan neerzetten of zo voor een foto. En ik weet ook niet hoe ik dat moet doen. Goedemorgen. Ik ben dus klaar om weg te gaan. Dit is altijd mijn probleem. Dan ben ik dus op tijd. Wow, hallo. En dan zie ik van, oh, ik heb wallen. Tegenwoordig doe ik dus gewoon bruinpoeder op mijn wallen. Nou, het zal zo wel goed zijn. Ik ga nu lekker lunchen met Jiminy in Hilversum. We beginnen naar Deventer zelfs. Tenminste, die woont daar sinds het huis. En het is dus eigenlijk broeken weer, maar ik doe echt geen broek aan. Dus ik heb deze. Ik heb eigenlijk heel weinig maxi jurken. Dit is mijn enige. Dus dit heb ik aan. Ik vind het tasje een beetje lelijk. Gadver, die verpest het echt. Nou ja, ik moet nu wel echt gaan. My god, lekker. Ik ben echt blij, want de laatste keer dat ik hier was, was het echt veel minder geworden. Het is nog steeds wel iets minder geworden. Iets minder zal, maar alsnog super lekker. En Jiminy heeft dit. En het is dus bij Your Coffee in Hilversum. En zo'n salade kost dan 9,75. En qua dieet eet ik dus niet de boter, want boter is echt hels qua calorieën. Maar dit brood eet ik wel gewoon lekker. En die croutons eet ik ook gewoon. Hey baby. Baby. Je bent te licht. Heb je wel zaadjes gegeten? Hallo. Bij de Bershka kocht ik een keer sieraden die niet van Comoa zijn. Voor 5 euro. Ik vond dit te leuk. En dat was het. Bij de Primark kocht ik watjes. Deze 5 haarbanden voor 1,50. Vond ik wel grappig. Een chill pyjama broekje. Oh ja, ik ga even een wasje draaien. Dit broekje echt super cute. Heel blij mee. En de grijze was er nog in M. Dus als ik straks nog wat dunner ben, heb ik ook nog een M'tje. En dit broekje heb ik ook in L genomen. En ik had ook nog een ander, maar die vond ik uiteindelijk te duur. Dit is een ander stofje, maar een beetje hetzelfde broekje. Loetje is er. In de auto. Mama. Hallo. Zo leuk, eigenlijk. Ziet er leuk uit zo in de auto. Oh, oh je hebt een stoere outfit. Ik hou ervan. Leuk. Thanks. Ik vind jou ook leuk. Ja, dit is het enige jurkje wat niet te groot die is. Die aan als je uitvalt. Ja. Ja, maar die staat gewoon. Na één van de 2. Leuk dit. Maar het is veel heter dan ik dacht. Ja, ik had eerst een broek aangedaan, toen dacht ik nee. Ja. Ik ben altijd helemaal panisch, omdat ik niet zo vaak auto rijd. Nee, dus goed gedaan. Je was ziek snel, ik hoopte dat je langzaam was. Nee, ik ben helemaal verkeerd gereden, 2 keer. Eerst bij de afslag reed ik verkeerd. Maar je was er echt veel te snel hoor. Ik zei dat ik er... Tussen 20:15. Je was er echt al om 20 of 18. Het is nu 35. Ja, anders kom je door mij. Film Lottie. Hola. Hallo. Ik ga de volgende keer ook toch een keer carpaccio nemen. Maar ik vind altijd carpaccio heel dun. En dit is lekker dik. Ik heb nu 2 en moet ik van jou opruimen. Jij vindt het anders heel erg. Ja, het is wel plastic. Ik ruim het zo wel op. Ga jij maar eerst filmen.
Nu weet je niet wat je moet doen, hè? Hier, moet ik hem opruimen? Je hebt het ook aan het filmen. Ja. Ik zei, ik heb nog niks gefilmd. Nou, ik vind het niet zo mooi, die haarband en die bril. Oh, nu ben ik weer aan het zeuren. Wil je het eruit knippen? In mijn vlog? Ja, want jouw volgers denken echt dat ik het expres doe. Knip. Maar moest van Lot een ijsje. Nou, dat is helemaal niet waar. Kijk, hier zijn hele mooie huisjes, Lot, maar het is allemaal zon. Walgelijk zeg, twee meisjes die met hun camera lopen, aandacht trekken. We hebben zo lekker, we hebben echt bijna 3 uur op het terras gezeten. Ja. Nee, 2,5. Dat was echt heerlijk. Bij mij zijn dus de hulpen geweest. Zo grappig dat jij jezelf filmde en ik film jou. Bij mij zijn de huishoudelijke hulpen geweest, want ik vond het eerst altijd lastig om te zeggen. Het voelt verwend, maar ik vind gewoon dat ik het mag, weet je, ik werk ervoor. Hallo. Waarom zou dat niet mogen? Hier is ook leuk. Foto? Ja. Lot en ik doen altijd heel leuk wie er bij de ander contracteert. Dus wij vinden het altijd heel leuk om dan... Ik vind dat altijd leuk. Hallo. Oh, hoorde je mijn schoenen? Een rufje. Ja, het waren mijn schoenen zo. En nu gaan we naar huis. Nee, we gaan nog een foto maken. Ja, nu ga ik van Lot een foto maken. Ook ik van jou? Nee, niet van mij. Ik heb after eight, lekker. Even een vanavond heb ik een date. Hallo. Ik heb dus vanavond een date met iemand die ik in de club had ontmoet. Maar haast was pas net uit elkaar met een vriendin en nog niet aan toe. Toen gingen we gisteren appen. Tot laat in de nacht. En toen zeiden we laten vandaag afspreken. Hij komt dus hierheen. Naar oma Ko, superleuk. Maar ik baal dus van het opgezette hoofd. Maar ja, hij gaat dat sowieso niet erg vinden. Maar ik wil er wel een beetje mooier uitzien. Dus ik ga nu mijn haar wassen. Ook al hoeft het niet, maar het voelt niet chill. Dan heb ik dat gedaan. Dan ga ik waarschijnlijk over 4 uur met hem afspreken. Dan heb ik best wel lang de tijd. Oké, jongens. Goedemorgen. Het is echt niet meer normaal hoe erg slaaptekort ik heb. Oh. Het is echt niet meer normaal. Dit is mijn ontbijt. Een roosje boterham, want het brood is vet oud. Met Eru 15 plus tomaatjes en basilicum. Het ziet er lekker uit, maar het gaat niet echt heel lekker zijn dan. Een koffietje. Een bolly. Ik heb enorm veel op mijn to-do-lijstje staan. Groothandel bestellen voor 3 uur. Brood halen. Kooi van bolly schoonmaken. Vogelvoer bestellen. Sporten ga ik niet doen. Koffer inpakken. Orders maken en brengen. Weekvlog editen. Pakketjes unboxing editen. Kast uitzoeken voor tweedehands winkel morgen. Factuur opmaken, retourtjes halen bij de Primera, retourtjes terugstorten. Klant bellen dat iets niet voorradig is. Zomerbreak op de website zetten. Niet vergeten dat ik 2 jurkjes moet shooten. En oh, dat was het eigenlijk al. Het valt reuze mee. Het is eigenlijk een beetje te baas dat ik zoveel gewoon thuis heb gechilled deze dagen. Want Bolly gaat dus naar een vriendin. Ik wil eerst een slokje bol. En hij is nu zo erg gewend dat ik de hele dag maar thuis zit. Weet je? En zij zijn gewoon aan het werk natuurlijk. En doen hem ook alleen 's avonds uit de kooi. Ik doe hem natuurlijk altijd elke ochtend. Maar dat heb ik gezegd tegen hem. Dat hoef je echt niet te doen. Want dat is gewoon best wel veel werk. Bolly is sowieso heel erg licht. Hij verliest ontzettend veel veertjes. Want 2 dagen geleden is schoonmaken geweest. En zo ziet het er echt overal uit. Hij is heel erg dun. Maar hij lijkt helemaal goed. Maar dat vind ik al niet zo chill. Ik denk, what's going on? Gisteren heb ik heel erg mijn best gedaan. Zo. Om echt op mijn to-do-list voor 3 uur bestellen bij Groothandel en bij ASOS. Want ik heb echt geen shortjes, geen t-shirts. De broeken zijn te groot. Dus ik heb gewoon letterlijk geen kleren voor vakantie. Behalve een paar jurkjes die ik altijd draag, maar die zijn best warm. Dus een ding besteld, meteen ingesteld. Ik ga vanavond bij die vriendin een parkietje brengen, Bolly brengen. En daar eten dus ingesteld. Dat pakketje vanavond wordt opgehaald bij haar. Ik dacht, top, komt hij hier overdag? Kan ik snel kijken. Meteen weer laten ophalen, want dan kan hij meteen weer retour. Want ja, ik wil ook gewoon mijn geld weer terug en dan is het gefixt. Krijg ik nu een mailtje, sorry, your order is delayed. Wat ik nog nooit heb gehad bij ASOS. Groothandelpakket komt altijd tussen 9:30 en 11:30. Het is nu 12 uur. Hij zit nog steeds op weg naar regio. Gaat ook niet komen. Terwijl daar, die heb ik besteld, dat pakketje. Omdat 1 klant... weer een item niet voorradig was. Dus ik dacht, ik wil niet bellen dat het er niet is. Dus ik ga het bestellen, zodat ik hem vandaag kan versturen. Is er ook niet. Ik hoef dat hele groothandelpakketje dan ook niet, weet je wel. Echt zo vervelend. Die fiets die ik had besteld en retour heb gestuurd, leek allemaal gefixt te zijn. Krijg ik nu van Afterpay zo'n rekening. Van laatste waarschuwing, anders krijg je 40 euro kosten. Terwijl die mensen het zouden fixen. Dat is dus weer iets. Had ik ook nog een irritante reactie op een vlog, waar ik ook vervelend mee wakker word. Ik wilde vandaag dingen naar het tweedehands winkeltje in Diemen brengen voor ik naar die vriendin ging. Maar ik wilde voor ik naar de vriendin ga vanmiddag, vanavond, dan moet ik 5:50 zijn. Dus dat is al best wel snel voor mijn ritme. Nog dingen naar die tweedehands winkel brengen en uitzoeken, maar dat schrap ik maar gewoon van mijn lijst. Ga ik niet redden. Ik heb nu dus niet echt kleding voor daar, dus dat is echt een probleem. Tas inpakken heb ik zo gedaan, maar ik denk echt, Charlotte, waarom doe je alles op de laatste dag?
En ik weet van mezelf dat ik vaak dingen op de laatste dag doe. Maar ik zag nu echt het probleem niet. Ik dacht echt dat ik alles prima ging redden. Ik wou nog sporten, ga ik niet redden. Waar ik echt van baal, want ik kan daar natuurlijk niet sporten. En het is toch lekker als je net voor je vakantie nog sport. Dan heb je toch iets van 4 dagen, voel je dat nog wel. Inmiddels is het al bijna 1:15. 11:01. Ben ik nog steeds met de verzendlabels bezig. Ik stook te denken, ik kan natuurlijk ook gewoon nu body's kooi verscholen. Want dat moet. En dan wel gewoon lekker naar de sportschool gaan fietsen. Ben ik 4:30 weer terug. En ik moet pas om 5:30 weg. Dus heb ik nog 2 uur om me even klaar te maken. Want ik dacht, ik kan ook gewoon na vanavond nog mijn orders maken. En morgenochtend kan ik ook nog wat doen. Dus... En nu sporten, zeg maar morgen sporten of vanavond sporten, is vet onhandig. Terwijl vanavond orders maken, is helemaal prima. Verstuur ik ze gewoon morgen. Ik kan hier altijd heel lang over nadenken. Dat is super irritant. Hey, het is 2:09. Ik heb alleen maar de labels aangemaakt, gedoucht, wenkbrauwmascara en lipbalm, lipgloss opgedaan. Niet meer. En nu ga ik fietsen naar de sportschool. Ik ben waarschijnlijk pas 4:15 terug. En dan ga ik body scoy verschonen en misschien een paar orders en dan ga ik weg. Dus ja, ik wil gewoon sporten. Dit is weer mijn sportoutfit. Ik heb altijd dus hele lelijke shirts op. Ik moet echt een keer mooie shirts gaan kopen, maar ik vind mezelf nog net niet. Het zou echt strakker kunnen zitten. Maar ja, ik draag het nog gewoon bij de shirts. Vind ik gewoon lekker en boeiend. Maar ik zie wel, als ik het zo zie, dat ik denk, jeetje, zonder dit shirt was het echt veel sexier. Maar goed, ik neem geen camera mee, heeft toch geen zin. Lekker fietsen. Dus 2 keer 20 minuten fietsen en dan 40 minuten sporten. Dat voelde echt top. Het is nu... Ik moet over 1,5 uur in de auto zitten. Met Bolly. In zijn kooi die schoon is. Met het krukje, met zijn doekje, met zijn zaadjes. En gedoucht en klaar. Ik vind dit dus echt een heel naar moment. Zijn kooi is schoon. Ik heb hem er nu net in gegaan. Ik ga nu dus naar mijn auto lopen. En daar naar mijn auto voor de deur zetten en hem pakken. Hij heeft niks in de gaten. En ik vind het echt zo naar. En ik ben zo blij dat ik nog een avondje bij ze ga chillen. En hem niet alleen afgeef. Het is echt mijn kind die voor het eerst naar de opvang gaat voor een hele lange tijd. Echt het bewijs dat ik echt Bolly's moeder ben. Hij is helemaal chill, gewoon omdat ik erbij ben. Hij is gewoon helemaal relaxed. Het is voor het eerst, hè. Hij is echt 3 keer bij mij op het balkonnetje ding geweest. En that's all. Dat is letterlijk alles. Het is warm, hè, baby? Wat gaan we doen? Moet ik je in de gordel doen voor de zekerheid? Zo, is dat raar? Schatje, gelukkig gaan we nog eerst even lekker samen spelen. Ja. Zal ik je zo in de gordel doen? Is dat fijn? Of niet? Ja, mijn kind. Ik hou van jou. Oh, baby. Lieve baby. Oh, het is niet normaal hoeveel van deze baby hou. Baby. Hey. Hey, schat. Hey, liefje. Oh, dit is echt mijn kind. Zien jullie hoeveel Bolly van me had? Sorry. Oh, kind van me. Gaan we naar de beste vriendin? Gaan we naar Linda? Oké, doei, baby. Oh, liefie. Doei, liefste. En ik ben er nog. Hi, liefie. Wie? Deze vogel? Nou, dit is niet normaal. Voor het eerst in de auto, voor het eerst weg. Je hebt het zo goed gedaan, liefje. Waar gaan we nou heen? Hij is zelfs gewoon aan het opbollen. We zijn er nu dus. Oh, mijn liefste. Met echt de liefde van mijn leven. Met echt de liefde van mijn leven. Gelukkig gaan we nu lekker nog daar eten en chillen. Dus we kunnen even afscheid nemen. Nou, lieve baby, je hebt geen idee. Cursus, hè? Hey, baby. Cursus? Oh, van mij. Oké, jongens, we zijn aan het eten. We hebben het sla nagedaan. We hebben parelcouscous, kipdij, sojabonen, mais, linzen en... Zwarte bonen, dus super veel bonen. Ik ben benieuwd of mijn buik het leuk vindt, maar ik heb er wel echt zin in. Het ziet er echt lekker uit. Oké, het is nu, weet ik niet, ik denk 8:30 of zo. We gingen dus eventjes klussen op de zolder. Normaal gaat een vriend altijd klussen en gaan wij op de bank lopen lachen heel hard en niks doen. En toen zei ik, kom, we gaan ook wat doen. Dus we hebben echt vet hard gewerkt. We hebben geveegd, heel veel weggegooid, getild. Ik had een heel lelijk bouwbedrijfshirt aan met een lelijk broekje. Maar het was wel goed. En Bolly was dus daardoor ook nu echt 1,5 uur alleen, dus dat is ook wel goed. En nu gaan we hem dus zo loshalen en chillings. En met een toetje. In mijn hoofd zag het er lekker uit dan dat het eruit ziet. Ja, het is echt een mooi film. Nee, maar het is heel grappig. Ik zeg net tegen haar, ik vind het zo leuk om dit soort dingen te maken. Want haar vriend gaat hier dan helemaal blij mee zijn met dit mooie bakje. En dat ben ik niet gewend. Lekker lullig, maar het is wel waar. Ja, ik weet hoe je het moet filmen. Je moet het even zo filmen. Ja, zo. Het ziet er iets hoger en dan iets meer vanaf hier. Het ziet er alsnog niet lekker uit. Zo.
Het is letterlijk kwark met aardbeien. Jij vindt het helemaal bijzonder. Baby. Jongens, het ging echt super goed. Ze hebben hem allebei zelf in de kooi gezet. En het gaat gewoon helemaal perfect. Dus dit is echt, weet je... De meeste vogels die ergens naartoe gaan in de vakantie zitten de hele dag in hun kooi en worden er nooit uitgelaten. Dus dit is echt geweldig dat dit kan. Dus over anderhalve week zie ik hem weer. Doei baby! Ik wist dus niet dat dit bestond, joh. Hier is mijn pakket. Er zit een label op. Pakket versturen. Scan het label. Hij is een beetje gekreukeld. Kijk. Het is een hele locker grote schoenendoos. Ja. Oh, wat? Oh my god. Wat geweldig. Dit is geweldig. Jongens, ik kan wel janken. Ik kom thuis en Bolly is er niet. Ik vind het zo moeilijk. Ik vind het echt moeilijk. Ja, het is heel aanstellig, ik weet het. Maar die lege plek daar maakt me echt verdrietig. Ik ga niet huilen, want ik vind het echt heel aanstellig. Maar ik hou zo zielsveel van Bolly. Het is echt mijn maat. Ik zet het net op Instagram. Ik zeg... Weet je, heel veel vragen krijg ik van Charlotte. Hoe kom je uit je relatie, break en blauw, ga je ermee om? Ik meen het, jongens. Een vriendje in huis is zo'n erge toevoeging. Ik vond het ook echt gelukkig. Ging het afscheid uiteindelijk gewoon goed. Ik had verwacht dat ik misschien nog wel moest huilen. Maar ik mis hem nu zo erg. Het is echt niet dat ik denk van, oh, lekker even. Nee, ik wil hem echt nu bij mij in de douche. En oh, ik vind het heel moeilijk. Nou ja. Kido, het is 46 en ik moet eigenlijk om 55 echt weg. Maar ik heb eigenlijk alles onder controle en ik doe altijd, ja, soms een beetje sloom. Ik heb mijn trein gehaald, jongens. Ik probeerde net hier een foto te maken, want ik zit echt in een leuke trein. Echt geweldig. Toen ineens kwamen er meer mensen. Dit is zo'n dubbeldekker. Gewoon dat dit wat voor soort trein het is. Ik vind het echt een leuke trein. Ik zie er wel mooi uit, maar minder dik, dus een klein beetje. Oké, ik heb net even van alles op Instagram lopen zeggen. Nu pak ik weer even mijn camera erbij. Het is het donker, hè? Het gaat allemaal goed. Grappig, altijd als ik op reis ga ben ik een beetje moeig of zo. Dat komt omdat ik dan altijd kort slaap en... Ik ga zo lekker uitrusten deze vakantie. Ik ben geland, het is heel ver lopen. En mijn ouders zijn er ook. Maar ze hebben me nog nooit hier opgehaald en volgens mij zijn ze ook nog nooit zelf hier geweest. Dus we moeten even kijken waar ze me moeten ophalen en zo. Ik ben opgehaald. Hier is mama. En je ziet er goed uit trouwens. Zo zie ik er nu uit. Ja, goed. Kom maar even. Zo. Kom maar, papa even in beeld. Ah, oh nee, de kar. Awkward. Hallo. Daar zijn we dan. Lijk ik op mijn ouders? Nu niet. Want jullie zien er niet zo moe uit en ik wel. Wij gaan boodschappen doen. Papa heeft 9,5 uur geslapen vandaag. Jeetje, wat lekker. Nee, dat is niet waar. Ik 7. 9,5 uur in bed gelegen van 1,5 uur geslapen. Wakker. Nee, maar je had toch 9,5 slaap geregistreerd? Lieverd. 1,5 uur wakker. Mensen vinden het dus heel leuk als ik jullie vlog. We gingen om 10:30 slapen. Willen jullie een reality serie beginnen? Je snapt er niks van. We gingen om 10:30 slapen. Je snapt er niks van. Nee, luister. Ik ga nu serieus midden op straat gaan ze die slaap-app nu bekijken. 9:15, nee. Gaan ze nu discussiëren over de slaap-app? 1:51 wakker. Okay, ik heb papa en mama gevraagd of ze een proefvideo willen maken. Ze zeiden meteen ja, dat is mijn doel. Want zij gaan dus, ik ben dus niet meer zo'n langzame boodschappen doen. En zij gaan echt een uur. Dus ik denk echt, wat doe ik hier? Dus mijn doel wordt nu spullen voor video verzamelen. Vet leuk. Want ik ben alweer een jaar in Frankrijk geweest. Dus ik ben benieuwd. Daar ben ik weer hoor, jongens. Het haalt echt goede herinneringen erboven. Kijk, die vond ik niet zo lekker. Die ken ik. Die kende ik al. Wow, ze hebben er wel veel. Oh, deze ruikt heel lekker. Ik ga er denk ik eentje kopen. Die hebben niet zo'n speciale geur. Maar je hebt dus hier zoveel. Ik laat het wel even zien. Dat is leuk, hè? Laat me even weten of jullie hier al een keer iets van hebben getest. Vroeger was ik echt obsessed en kocht ik echt alles. Maar ik ben er echt wel mee geminderd. Maar dit ziet er ook lekker uit. Lekker. Even ruiken. Nee, die ruikt niet zo lekker. Dit is ook lekker. Aardbeien tartelet. Oké, de video krijgt meer een Amerikaans tintje, want dat vind ik veel geweldiger. Maar ik kan echt niet kiezen. Kijk dit. Het is natuurlijk niet Frans, maar dit heb ik. Gewoon alles wat we niet in Nederland hebben, wil ik hebben. Ik kan niet kiezen.
brownie macchiato, chocolate frappé. En je hebt hier nog cookie, dat is niet zo bijzonder. Peanut butter crunch hebben wij nu ook. En hier hebben we nog vanilla pecan. Oh my lord. En al deze bakjes. Ik wil dit allemaal hebben. Oh my god. Het is voor mij even een ja gevoel. We zijn er. Het voelt echt als thuiskomen. Grappig. Het is zo bizar. Ik kan gewoon huilen van blijdschap als ik hier ben. We hebben ook nog geskiet hier een keer in de afgelopen twee jaar. Ja, shot was er ook. 2,5 jaar. Arriba. Toen hadden ze pech met het weer. Maar hier, al is het de hele week aan het regenen, ik ben alsnog super gelukkig. Nee. Ik word me toch een partijtje emotioneel als ik dit huis zie. Ik hou zo ziels van thuis en waarschijnlijk gaat het huis weg, want het kost gewoon ontzettend veel geld. En ja, opa is er niet meer en oma gaat hier niet meer heen. Maar ik heb, als je zeg maar, altijd wel verhuisd. En ik heb ook qua vrienden, heb ik geen jeugdvrienden meer of zo. Dus ik ben, ja, heel veel in mijn leven is gewoon niet 26 jaar oud, weet je wel. En ja, mijn ouders en mijn broertje in dit huis en eigenlijk alles wat ik al heb sinds ik klein ben. En ik hou gewoon zielsveel van het huis. Al is het slecht weer hier. Of ik ben hier altijd zo gelukkig. Ik slaap hier zo lekker. Het is zo'n fijn huis. Zoveel goede herinneringen. En ik kom boven en ik ruik gewoon opa. En ik heb echt geen zin om te huilen. Maar ja. Gewoon zoveel herinneringen hier. En dan kwam opa altijd hier zo door het raampje kijken of er nog lekker eten was. Dus ja. Dus ja. Dus ja. Is er geen bel meer ook? Normaal kwam opa altijd binnen en hoorde hij de bel. Weet ik niet ervan. Ik hoor geen bel. Geen idee. Dat is altijd zo leuk. Dan kwam hij ook soms ochtends vroeg. Hier door de deur. En dan zei hij, hallo familie. Hallo. Oké. Het is een beetje donker. Oh, dit is best chill om de camera hier te zetten. Ik ga even proberen kort te laten zien wat ik nou mee heb. Ik heb mijn leren jasje mee dus. En dit groene, ja, zo'n legerjasje zeg maar. Die is heel oud, maar waar is die eigenlijk van? Oh, van Zara Man. Hij is wel echt groot, maar ik vind hem echt geweldig. Lekker lom. Dan heb ik één shirtje mee met een sportbroek. Zo'n shirtje van Only. Die is nu wel echt een beetje groot, maar die was eerst best wel klein. Dus die zit nu prima met deze sportbroek. Ik heb dat jumpsuitje wat ik had gekocht. Dat echt dat hele blote voor op het strand. En mijn superstars die ik aan had. En dan deze Birkenstocks. Niet echt leuk, maar ik had niet zin om nog mijn schoenen mee te nemen. Dus gewoon voor als ik slippers aan wil. 2 brillen heb ik mee. Van ASOS een wit jurkje. Van Comois dat witte jurkje. Een jurkje van Comois die ik wil gaan shooten nog. Van Comois. Wow, ik heb veel van Comois. Die ik nooit online heb gezet. Zo'n blouse jurk. Ook van Comois een oud jurkje die nu niet meer zo strak zit. Die leopard jurk, die is niet meer verkrijgbaar. En nog van ASOS dit jurk. Die wel heel groot is, maar gewoon wel heel chill. Dat is de kleding die ik mee heb. Zie je dat het echt heel weinig is. En natuurlijk het jurkje dat ik aan heb en elke dag draag. Echt een rare influencer. Dan mijn tandenborstel en mijn gezichtsborstel. Waar ik echt niet zonder kan. Vind je het leuk dat ik dit laat zien? Let me know. Ik denk dat het best wel leuk is. Ook omdat ik er wel sneller mee ga. Ik heb een slaapshirt en wat grotere. Want ik dacht dus dat ik met mijn ouders in hetzelfde huis zou slapen. Dus ik dacht, als ik dan alleen de onderbroek aan heb, loop ik niet zo naakt. Weet je, die gaat een beetje over mijn bil. Het zijn mijn ouders, maar toch vind ik het chiller. En dan een wat blotere waar ik waarschijnlijk in slaap. Iets korter, weet je. Waar mijn buik een beetje uitzet en zo. Ik heb een paar, ja, soms slaap ik in een onderbroek en soms in een string. Maar ik heb een paar onderbroeken. Dan heb ik, let's see, dit broekje dat ik bij de Pride heb gekocht. Die een L. Lekker als pyjama broekje. En dit broekje die ik had gekocht. Lekker 2 pyjama shortjes. Die leg ik. Nou, ik ga het allemaal in mijn kast. Ik vind het leuk altijd om het netjes op te ruimen. BH die ik aan heb. En nog een BH. Meestal draag ik maar 1 BH. Maar de laatste tijd heb ik echt deze 2 als faves. Nog een onderbroek. Allemaal. Strings. En heel veel sokken. Want ik draag waarschijnlijk echt elke dag mijn superstars. Nog meer sokken. Nog meer sokken. Ik heb een scrunchie in. Een zwarte. En dan heb ik een witte en een leopard mee. Ik weet even niet waar die leopard, die witte is. Een haarborstel. Ik wist niet of ik die nou al mee had. Maar die heb ik nu gewoon. Nog een keer. Haarmasker die echt 10 minuten moet intrekken. Die ik laatst had gekocht. Dat ik laat zien. Eentje die ik van een kindje van stage heb gekregen. Een maskertje voor mijn gezicht. En het enige wat ik mee heb voor in bad. Ik heb heel veel spullen. Maar ik had ook niet echt tijd om het uit te zoeken.
Oh, hier is mijn scrunchie. Crackling heb ik bij de Action gehaald. Wat spul. Dan mijn oplader van mijn laptop. Oplader van mijn camera. Oplader van mijn mobiel. Het zit even in de knoop. En mijn steltang. Wat ik echt dus nodig heb. Zijn dat soort dingen. Ik had even twee nieuwe oorbelletjes van de webshop mee. Deze staat niet eens online. Ik heb er maar één van gekocht. Maar die wil ik zelf houden. Ik vond ze heel leuk. En deze. Daar heb ik er maar één van. Maar die ga ik nu dus zelf gebruiken. Ik heb niet zoveel sieraden mee. Dan gewoon mijn make-up tas. Die ga ik niet laten zien. Dat is niet interessant. Voor oksel wax. Ik dacht misschien voor bikini lijn of oksels. Altijd leuk op vakantie. Een scheermesje. En verder is het denk ik gewoon mijn dagelijks make-up. Ik moet nieuwe lenzen gaan bestellen. Dit zijn mijn laatste. Maar die neem ik altijd als extra mee. Want weet je, straks schort een lens. En dan moet ik elke dag met een bril. En dat vind ik niet fijn. Want het vind ik gewoon veel minder prettig. En nog die ik laatst van Knijp had gekocht. Zo'n lippenbalsem. Niet heel bijzonder. Maar die vind ik gewoon prima. Die doe ik lekker in mijn make-up tas. Dan heb ik oordopjes. Want ik slaap met oordopjes. Die leg ik hier op het plankje. Hier sliep ik dus altijd met Ruud. Grappig. Dan heb ik hier nog extra oordopjes in zitten. En nog een normaal elastiekje. Dit is dat hele leuke wat ik voor een kerstgiftguide video had gekregen van Soet Soet. En wat zit er nog meer in? Horloge. Eén horloge gewoon. Ik heb alleen maar goud mee. Want ik draag de laatste tijd vrijwel alleen maar goud. En als het goed zit hier nog iets van een sieraad in. Ja. Nog. Het ziet er altijd zo mooi uit, zo'n handje vol sieraden. Deze oorbelletjes, die met die parels. Ik leg die even hier, denk ik. De twee ringetjes die ik de laatste tijd echt bijna elke dag draag. Ik vind ze echt geweldig. Die zijn ook uitverkocht op de site omdat ik ze heb. Mijn oorbelletjes, een van de eerste, de rose earrings. Maar daar heb ik vaak mee gedoucht en gezwommen, terwijl dat niet kan. Alsnog zien ze er best prima uit. Maar ze zijn een beetje verkleurd. En deze, weet je, dit zijn oorbellen die altijd leuk zijn. Dus dat zijn de sieraadjes die ik mee heb. En waarschijnlijk ga ik ze niet eens allemaal gebruiken. Alleen het vervelende is dat ik geen spiegel mee heb genomen. En ik ga dus mijn make-up in de badkamer staan moeten doen. Maar ik ga me waarschijnlijk toch niet veel opmaken. Dus dat. Oh ja, en nog een hydrogel masker, lekker voedend, van Babour. En dan zal ik ook nog de hele tas laten zien. Ik doe het gewoon. Het is echt erg dit. Wat ik aan mijn ouders heb meegegeven. Ik hoop dat Naked Jerkje erin zit, maar ik denk het niet. Maar dit is echt heel heftig. Dit ga ik wel eventjes in de badkamer installeren en dat filmen, want dit is echt te heftig voor jullie. Ik doe het al. Ik loop wel even meteen naar de badkamer. Nou, ik heb dus de hele badkamer voor mezelf, volgens mij. Ja, er staat helemaal niks van mijn ouders. Ik wist dat dus niet, maar zij zijn gewoon boven. En ik mag hier de hele verdieping. Dus dat is echt geweldig. Maskertje. Die ik laatst had gekocht. Darmpillen. Die Take the Day Off van Clinique. Die ik wil gaan lekker gaan proberen hier. Rosewater. Heel veel dingen heb ik dus. Heel veel dingen wilde ik dus ook gewoon gebruiken thuis. En ik wilde het meegeven. Maar deze heb ik bijvoorbeeld dubbel. Dus ik heb de nieuwe nu thuis. En deze had ik aan mijn moeder meegegeven. En zo heb ik ook bijvoorbeeld mijn tandpasta dubbel meegegeven en zo. Deze is kapot. Nou ja. Voor mijn gezicht. Ik weet nooit hoe warm het gaat worden. Allemaal heel veel spulletjes van mijn pakketjes unboxing heb ik meegenomen. Dit is gewoon van mezelf. Gliscuur voor mijn haar. Jeetje, wat veel, Charlotte. Voor mijn lichaam. Ik ga er snel doorheen. Mijn tandpasta. Voor als het majeur wordt. Ik dacht, ik ga meteen lekker die nieuwe spullen proberen. Mijn scrub cream. Ook voor mijn haar. Dat vind ik gewoon geweldig, weet je. Mijn ouders zijn met de auto en ik kon dit allemaal meegeven. Dus daar zeg ik geen nee tegen. Shampoo waar ik twee keer mee kan doen ongeveer. Conditioner. Ik zet al een beetje half op. Deze. Oh, lekker. Ik kan gewoon elke avond en ochtend douchen wanneer ik wil. Dat is zo fijn. Dat kon normaal niet. Dit ga ik in de douche zetten. Oh, wat heerlijk. Wat geweldig. Ik woon natuurlijk thuis ook op mezelf. Maar het is natuurlijk echt super luxe dat ik hier ook weer op mezelf zit eigenlijk. En dat papa gewoon voor ons gaat koken. Mijn favorite crème. Ik heb me er echt op verheugd dat ik hem kan gaan gebruiken vanaf vandaag. Niet de fijnste vind ik dit. Maar dit is met olie en lotion. En dat wil ik altijd voor mijn make-up. Mijn favoriete deo. Zie je allemaal nieuwe verpakkingen. Maar ik moest deze thuis ook hebben. Dit is ook zo eentje. Thuis staat degene die bijna leeg is. En hier heb ik een nieuwe aan mijn moeder meegegeven. Dat zijn gewoon favorite producten. Die ik gewoon, waar ik niet zonder kan.
Oh, lekker. Ik heb deze meegenomen. Glam Glow Masker. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Ik vind het altijd heerlijk om dit aan mensen te zien. En dus van Biedermal die transparante spray. Dus ik hoop dat het een beetje mooi weer gaat worden. Die spulletjes zet ik hier, want die gebruik ik nu dagelijks. Die zit ik hier op het plankje. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik vind het helemaal heerlijk. En ik had dus geen douchegel mee, denk ik. Dus ik ben blij dat ik die heb gekocht. Maar ik heb nog een tas. Oh nee, dat was het qua verzorgingsproduct. Het valt nog best mee. Het is heel veel, maar ik vind het nog wel meevallen. En ik heb dus die douchegel met gekarameliseerde appel gekocht. Dus gelukkig, dat is dus het enige wat ik inderdaad niet mee had genomen. Omdat ik dacht, dat ga ik daar wel kopen, want het wordt donkerder. Wat heb ik mee? Factuur van Emere. Oké, bedankt man. Oh ja. Toch iets meer kleding dan ik dacht. Dit playsuitje heb ik nog. Die ik bij Zara had gekocht in Antwerpen. Dat playsuitje wat ik laatst had besteld. Heb ik jullie dat laten zien? Volgens mij wel. Bij die hele korte ook. Net als die leopard zeg maar. Oh, ik heb nu uiteindelijk best wel veel kleding. Wat is dit dan? Huh? Oh, ik heb ook een spijkerjasje meegenomen. Ja, superleuk. Die had ik laatst weer teruggevonden met die parels. Hij is heel groot, maar die is echt geweldig. Oh, ik ga echt lekker mijn kleren ophangen. Daar hou ik echt van. Dit is mijn moeder erin gedaan. Ook. Ik heb geen geduld voor tijdschriften. Ik ga waarschijnlijk elke keer hetzelfde badpak dragen. Dat is namelijk... Nee. Nee, dit is echt een ramp. Dit is een hele erge ramp. Ik ben dus mijn badpak vergeten die ik aan moet. Waar ik me chill in voel. Ik dacht dat ik die had meegegeven, maar die ligt dus thuis. En dat is echt een ramp, want in deze zie je veel meer vetjes, voel ik me niet chill. We gaan morgen naar het strand. Deze is niet zomers genoeg. Dit is echt zo'n binnenzwembak. Deze is te bloot. En ik ga niet in dit. Dit is een broekje met een topje, ga ik ook niet aan doen. Dus dit is heel erg jammer. Maar oké, okay, get over it. Ik heb heerlijk gedoucht. Het is echt een verschil met wat voor water je doucht. Maar... Het voelt zoveel minder droog als ik hier mijn haar was. Plus het werd ook, toen ik nog niet eens had gewassen, ik deed water op mijn haar. Het was al zachter ofzo. Het is echt chill. Alleen ik heb niet zulke goede handdoeken hier, dus mijn haar is nogal zeiknat. Maar we gaan dus eten. Het is al 9 uur. Mijn papa heeft gekookt. En zoals jullie weten, avond eet ik de laatste tijd niet echt meer. Dus het is echt heel lekker voor mij. Normaal zou het wel lekker zijn, maar nu is het extra. Toevallig heb ik gisteren met Lynn ook een soort van gekookt. Maar... Het zijn fajitas. Ja, ik had alleen de paprika's vergeten, dus ik heb met courgette en kip gedaan. Oh, ik vind courgette lekker. We overleven het wel. Lekker. En ik heb hier... Hou van courgette. Bonen met kaas en rijst. Oh, lekker. Wow, lekker. Zo. Mama kijkt van jeetje, wat reageer je overdreven. Ja, ik kook, boterham met kaas is niet zo lekker als dit natuurlijk. Zo. Lekker zeg. Je eet reuze niet elke avond een boterham met kaas. Ik kook niet. Mag ik jou lepel geven? Ik ook niet meer. Wil je water? Mag ik jouw lepel even schat? Ja, graag. Ja? Oh, hier ligt een pannenkoekje op, jongens. Ik zag het niet eens. Lekker? Nee, of ik bestel, maar ik kook niet. Kost wel geld. Is heel slecht. Ja. Boodschappen is voor mij ook heel duur. Maar het is nu puur een vakantie, hoor. Jongens, moeten jullie kijken. Dit boek zou nu echt nooit meer mogen worden uitgebracht. Het ligt hier dus. Ik ben benieuwd wat jullie hier nu van vinden. Jullie hier een mening over hebben. Ik had laatst ook gevraagd wat mensen van het burka-verbod vonden. Best wel heftig. 67% zei dat ze het niet ermee eens zijn. Kijk, super schattig boek, maar ja. Why, hè? Goedemorgen, het is 10:15 geweest. We zouden 10 uur weggaan. Ik was dus op tijd, daar ben ik wel trots op. Maar ik was het even vergeten. Mijn papa en mama zijn ook nooit precies op tijd dat ze weggaan. Dus dat is eigenlijk wel chill. Ik kon nog... Oh, mama. Ik ben tegenwoordig echt bij mijn vriendinnen heel spastisch dat ik op tijd moet zijn. Dan ben ik altijd te laat. En nu was ik dus wel op tijd, maar dat komt omdat ik zo weinig hoefde te doen. Ik heb heerlijk gedoucht. Even mijn haar een beetje gesteld, want anders is het echt te oma-achtig pluizig. Eén laagje mascara op en mijn wenkbrauw en verder niks op mijn gezicht natuurlijk. En mijn lievelingsbadpak ben ik helaas vergeten, dus dit is best wel een bloot badpak. Maar ja, moet maar. En dit jurkje is echt veel te groot, maar het is ideaal voor het strand. Dus toppie. En ik zal zo even laten zien wat ik bij me heb. Het is niet heel erg interessant. Alleen ik ben dus lensvloeistof vergeten. En ik heb nu echt een soort van vlekje olie op mijn lens. En het gaat er niet af. Dus we rijden heel even langs het Intermarché om lensvloeistof te halen. En dan gaan we lekker naar het meer. Oké, we zitten jongens. Ik heb lekker lemon hier maar ingesmeerd die ik had gekregen. Heerlijk. Ik weet niet, ik vind toch
als het een merk is. Bij zonnebrand heb ik toch het idee dat het beter is. Van Biodermal. Welke heb jij? Papa zegt, als je ooit samenwerking kan regelen. Oh, je wordt heel bruin van. Nee, hypoallergeen. Dit is papa. Wat is aan het merk? Earthline. Het is hypoallergeen. Ik kan niks in mijn ogen velen. Oh, ja, ik hoef geen hypoallergene spullen. Maar word je hier niet heel bruin ook door de argan oil? Fantastisch spul. Ja. Ik ga dit op mijn lichaam spuiten. De transparante zonnespray. Dit vind ik zo fijn, want dan... Het is niet echt een olie volgens mij. Ik zal het nu even testen. In de video vroeg ik het me af. Want ik heb een hekel aan crème. Ik krijg het last in mijn voel hoor. Volgens mij is hij misschien heel licht. Ik denk dat er een klein beetje olie in zit. Oh, dit vind ik heerlijk. Hier ga ik me insmeren. En we liggen hier dus echt super chill. Allemaal doeken. Mega. Ik ben deze even aan het opblazen. Ik ga zo lekker ontbijten. Ik heb een lekker broodje gehaald. Ik zei dus van, ik moet echt mijn calorieinname wel in de gaten houden. En dit, hier eet je snel wel meer dan een boterham. Dus ik ga even goed kijken naar het gewicht en zo. En ik heb light roomkaas gekocht, dus dat is helemaal top. Denk ik ruim een uur, ik weet niet, waarschijnlijk ben ik nu nog niet ruim, maar ruim een uur op het luchtbed gelegen. Op een gegeven moment ging ik platter op mijn buik. Toen zo eerst de ene kant van mijn gezicht, toen de andere kant. En toen ging ik op mijn rug en het was zo lekker. Ik heb me echt afgezonderd van alles en iedereen. Het was echt heerlijk. Echt genoten. Papa gaat er nu in en ik ging me dan zeg maar aan het touw daar vasthouden. Dus ik lag gewoon continu vol met mijn gezicht in de zon. Zo lekker. Het is echt een perfecte dag. Zoals jullie weten zie ik er dus heel moe uit, maar zelfs nu zie ik er al uitgeruster uit na een paar uurtjes. Echt heerlijk. Ik zit nu eventjes hier in mijn eentje in de schaduw. Want mama liggen daar, bij dat zwarte. Want anders hou ik het niet heel lang vol. Het is niet heel heet, maar heet in de volle zon word ik een beetje sloom. Ik ben nu al bruin geworden, echt. De vakantie is zo lekker. Ik ben echt aan het genieten. Het is echt super gezellig. Met mijn ouders, heerlijk. Kijk, ik ben nu al lekker bruin geworden. Papa ging foto's van me maken, maar echt van die foto's die we maakten voordat ik Instagram had. Ik wil gewoon van die echte foto's. Maar het licht was slecht, want ik vind het wel leuk om zoveel foto's te plaatsen. Gewoon een real make-uploze foto. Oké, we zijn weer thuis en ik heb me dus heel vaak ingesmeerd. En alsnog ben ik best wel rood. Niet verbrand, maar wel echt rood. Dus heel erg eigenlijk. Dus beter dat ik me echt hier... Ik heb me hier heel veel op ingesmeerd. Raar, hè? Ja, het lijkt me dat die van Biodermal wel goed was. Ik heb nog een paar dingen erbij gekocht. Jongens, we gaan dus een zieke video opnemen. Ik weet dus nog niet hoe ik hem wil gaan noemen, want het is een beetje een soort American video, maar het zijn niet echt... Oh, deze hoort er eigenlijk ook niet bij. Die kan wel. Kijk, het is een soort A-merk dingen die je in Nederland niet hebt. Ja, A-merk producten die je in Nederland niet hebt ofzo. Ga ik ook goed in mij ook. Zo zijn die leuk, ja. Stukje naar me toe, dat hoort niet. Hij is echt stuk. Nee, hij is niet geknakt. Maar jij staat niet op beeld. Oh. Nog dichter bij elkaar. Oh, ik ging niet zo erg lachen. Kijk hoe dichter. Omdat er een beeld is. Dat is mogelijk. Even kijken hoe dichtbij bij elkaar staan, zodat het op het beeld past. Papa, wil je het alsjeblieft even filmen, want het is zo grappig. Mijn mama is echt hilarisch. Hier is de camera. Wow, we hebben goed ineens. Nu is de tijd druk. Oh, dan denk je, dan voel je echt een idioot. Ja, niet uitlachen, papa. Doe jij het maar even. Jij kan het heel goed. Wil je dit filmen?
mega stuk. Oh, dat vind ik zo grappig. Ja, die huur ook die ik had inderdaad. Dus een enorm dashboard. Wow, goeie. Camera. Wat heb ik voor je kop? Dat is een mega dashboard in die. Stop, gaat het fotograferen, vind je lekker. Kijk, dat kan het zijn. Lekker kijk. Die white weer met je rechter. Even grappig. Ik moet het even op Instagram zetten. Ik ga stuk. Salade. Wow, bruine man. Lekker pyjamaatje aan. Broekje van 2,50 van de Primark. Lekker toch? Nee, ja, lekker. Hey, zit ook vlees door? Ja, lekker. Dan kan je straks je serie kijken. Ja. Dit was een heerlijk dagje. Je ziet nu hoe moe en rood ik ben. Deze badjas is trouwens volgens mij van mijn oma. Hij is heel leuk. Ik ga lekker slapen. Het is 10:45. Nog even met mijn mobiel in bed, maar dan heb ik tandenpoetsen en gewoon slapen. Eindelijk wordt mijn ritme goed. Yes!